Hey, Jabbert! Hey, Kevin! Ik zit hier gewoon op mijn super oude Nintendo. Wat een unit. Dit is echt even een unit. Dat wilde ik even gezegd hebben. Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze Rival Lock Pokémon-serie, die ik samen met Jabber doe. Hallo. We zijn hier in Poké MMO, vandaar dat je allemaal andere derps ziet ronddurpen. Jabber is erbij gaan liggen. Die is al helemaal bij. Allemaal even te veel vandaag. Ik snap het. Voor de mensen die nog nooit een Rival Lock gezien hebben, ga ik heel eventjes uitleggen wat het precies inhoudt. Het wordt voor mij ook de eerste, dus het is op zich ook wel even lekker om het voor mezelf te herhalen. Ik weet niet of jij al precies weet hoe het werkt, Jabber. Ik weet het half. Half. Maar niet helemaal. Kijk, dat is ongeveer evenveel als ik. Precies. Een Rival Lock is eigenlijk een Nuzlocke alsnog. Ik dacht dat dat niet zo was, maar dat is het dus eigenlijk wel. Oh jee. Dus, hetgene wat nog steeds zo is, is dat je enkel de eerste Pokémon mag vangen die je als eerste tegenkomt in een nieuw gebied. Dus per route, of in een cave, of waar dus dan ook. Je gaat allebei een Zubat krijgen, ongetwijfeld. En een Rattata en een Pidgey. Precies. En, ja, precies. Daarnaast, als er een Pokémon feint, dan is hij dood. Dan moet je hem dus releasen. Dan ben je hem kwijt. Die Pokémon die verdwijnt gewoon. En er zit dus een twist aan bij de Rival Lock. Jij bent mijn rivaal. Boy! Jazeker. En hetgene zo meteen al is dat jij voor mij mag kiezen wat mijn starter wordt. En ik mag kiezen wat jouw starter wordt. Oh, dat vind ik leuk. Ja. En vervolgens mogen wij bij de eerste gym maar 2 Pokémon in ons party hebben. Dus je mag er wel meerdere vangen per route. Maar wij mogen maar 2 Pokémon's in onze party hebben als wij Brock gaan verslaan. Oh, dat wordt nog moeilijk. En bij elke gym komt er dan 1 bij. Dus eigenlijk bij de 5e gym hebben we pas 6 Pokémon's in ons team. Ja. Oh, dat, is, ja, dat wordt nog wat. Volg je me nog tot dusver? Dus ik mag de eerste Pokémon vangen. Per gebied. Ja. Als mijn Pokémon doodgaat, is hij ook dood, weg ermee. Ja. Bij de eerste gym mag ik maar 2 Pokémon hebben. Ja. In mijn team, in mijn party. Ja. En volgens mij was dat hem toch? Ja, er komt nog meer. Er komt nog meer, man. Ja. Iedere keer als wij allebei een gym badge gehaald hebben, dus jij en ik hebben allebei Brock verslagen, moeten we stoppen met wat we doen, alles neerleggen. En dan moeten wij tegen elkaar battelen. Met de Pokémon die we ook hebben ingezet om Brock te verslaan. Maar ik neem aan dat ze dan niet sterven als ze echt dood zijn. Nee, dan niet. Maar als jij wint van mij, mag jij 1 van jouw Pokémon met die van mij ruilen. Oh, kijk. Naar keuze. En andersom natuurlijk. En die keuze wordt natuurlijk steeds rijker naarmate we verder in het spel komen. Ja, dan heb je precies. Ook meer Pokémon in je team. En wat is het nou? Het is natuurlijk wel een soort van race, de Rival Lock. Want we moeten sowieso zo lang mogelijk volhouden. Als we helemaal al onze Pokémon dood zijn, dan hebben we een probleem. Ja, dan, dat wordt lastig. Dan hebben we verloren. Jij hebt gewonnen als jij als eerste in de Hall of Fame staat. Dat gaat ook gebeuren. Of spoiler ik. Spoiler alert. Oh, oké. Okay. Deze durf jij gewoon al vast te leggen. Ja, nu al. En ik heb nog niet eens een Pokémon. Oké. Okay. Ik vraag me af waarom al deze mensen hier al 5 minuten stilstaan in deze kamer. Dat kijk, weet wij ik niet zo goed. Wij zijn een uitleg aan het doen, maar ik weet niet waarom zij hier nog ik steeds... Ik denk dat zij met dezelfde vraag zit. Oh, okay. Ik zal het hun ook even uitleggen. Nee. ik heb hier de timer lopen. We gaan iedere aflevering 30 minuten opnemen. Mhm. En zo gaan wij gewoon zien wie als eerste er komt. Kijk, als ik Brock versla en jij bent nog steeds in dorpje 1, dan ga ik gewoon verder naar Misty. En onze eerste battle is dus pas op het moment dat ook jij dan Brock hebt verslagen. Ja. Dus er zit wel een soort race-element in. Ja. Maar nu heb ik, ken jij de volgorde bij de starter Pokémon die je kan kiezen, welke Pokémon in welke Pokéball zit? Volgens mij is het links Bulbasaur, in het midden Squirtle en rechts Charmander. Ah, dat vind ik jammer, want het leek me ook wel leuk om dat te zeggen. Oh, jij moet de tweede pakken, want ik wist het niet. Oh, oké. Okay. Dat zou dan ook wel een leuk elementje toevoegen. Ik dacht, je bent zo'n doorgewinterde speler die nu zo'n quiz bij mij doet. Nee, dus ik was... nee, dat valt helaas tegen. Ik was echt heel trots dat ik het wist, zeg maar. Ik ben wel super trots, absoluut. Ik weet semi-veel, ik weet niet alles. Dankjewel. Wij zijn nu precies 5 minuten hier zo, dus laten we gewoon gaan. We gaan ervoor.
We liepen ook eigenlijk ook wel stiekem naar die trap toe. Ja, ja, ja. Ik vind het wel al chill dat we elkaar gewoon zien lopen. Ja, dat maakt het veel leuker. Oh, het is nacht. Oh, dan ga ik weer naar bed. Is goed. Nee, ja, het spel begint natuurlijk zodra we onze eerste pokeballs hebben. En die krijgen we natuurlijk door... Naar professor ook te lopen. Nee. Door in te trappen. Nee. We gaan natuurlijk in het hoge gras lopen. Absoluut. En dan zeggen ze, dan... oh wacht, maar dat mag helemaal niet. Hij komt ook uit het huis van je moeder, hè? Ik vind het heel apart. Ik zal er vanavond even navragen wat er allemaal gebeurt als ik niet thuis ben. Oh, ik ga er vandoor. Ik loop achter je aan. Oh, het is hier wel gezellig. Ja, het is hier super druk. Iedereen is een Pokémon aan het kiezen. Oh ja, en deze jongen is natuurlijk onze nep-rivaal natuurlijk, hè? En zo'n wannabe. Ja, maar eerlijk is eerlijk, die battles zijn natuurlijk wel vrij zweterig. Want, absoluut. Als hij onze Pokémon laat killen, dan zijn we ver van huis. Het zou toch eigenlijk heel zielig zijn als het bij de eerste battle al gebeurt. Ja, maar daarom zeg ik, de Nuzlocke, de Rival Lock begint eigenlijk pas vanaf dat we onze eerste Pokéballs hebben. Ja. Want anders gaan we hier al neer en dat zou jammer zijn. Dat zou heel jammer zijn. Welke Pokémon kies jij voor mij? Wat wordt mijn eerste Pokémon? Ik ga het je meteen moeilijk maken. Jij begint met Charmander. God damn it. Oké. Dank u wel voor deze Charmander. Maar nou, welke kies jij voor mij? Okay, je zou nu kunnen zeggen, jij gaat hetzelfde lot tegemoet. Nee, ik geef jou Squirtle. Kijk, mijn favorietje. Ja. Dat was niet die. Oh jee, nee, die wil ik niet. Ik wil die. Zo. Dan maak het mezelf nog extra moeilijk, want jouw starter is beter dan mijn starter. Maar ik heb het idee dat ik jou kan laten vastlopen bij Misty en bij Lieutenant Surge met zijn stroom. Dat is wel waar, ja. Dat klopt. En daarna heb je een gras gym. Dus ik heb het idee dat ik late game misschien in het voordeel zit. Als je daar weet te komen. Zullen we gewoon kijken of zeg maar de slechtste Pokémon spelers ooit zijn door te verliezen van Gary? Ja, dat gaan we doen. Ik ben zeer benieuwd. Ik ook heel erg. Ik heb trouwens een niet gesponsorde gouden rakker naast me. Kijk, ik heb een ook niet gesponsorde gemeenterakker naast me. Lekker man, lekker. Morgen is pas vrijdag natuurlijk, hè? Ja, dat is ook zo. Maar ja, boeien. Boeien. Ik heb wel weekend nu. Echt? Ja, want normaal werk ik op zaterdag natuurlijk. Maar omdat natuurlijk het Vrekersweekend eraan zit te komen. Waar ik niet bij ben. Waar jij niet bij bent. Wat volkomen begrijpelijk, maar erg jammer is. Ja, zeker weten. Maar daar moest natuurlijk vrijgevraagd voor worden. Ja, dat is gewoon jammer. Het is heel jammer. Nou ja, voor mij. Voor jou niet, hè? Dat je voor mij niet. Het zou lullig zijn als ik zei dat ik het niet jammer vond voor jou. Ik heb gewoon al gewonnen. Ik ook. Lekker, man. Squirtle is level 6. Mijn Charmander ook. Het ziet er wel heel lullig uit, omdat die battle gebiedjes, zeg maar, die zijn 3D. En ja. Als je dan een gevecht gewonnen hebt, dan komt die sprite van Gary komt aan de beeld. Die ziet er heel klein uit. Ja, klopt. Weet je wat je hier kan doen trouwens? Sleep die Charmander, die Squirtle achter je. Oh ja, die kun je achter je aan laten lopen. Moet je op klikken, toch? Nee, je moet slepen. En dan... Ja. Vet cool, nice. Toch? Nice. Hey, vind jij dat wij alle Pokémon een nickname moeten geven? Dat als we ruilen, dat we ook, zeg maar... Dat is wel leuk. Ja? Oké, dan ga ik Charmander even nicknamen. Heb ik een vrouwtje of een mannetje? Ik heb een mannetje. Ik heb ook een mannetje. Chill. Ik noem hem Charlie. Charlie Charmander. Ja. Even kijken, waar moest dat ook alweer? Oh, daar. Ja. Nickname. Ja, ik kan hem Squirter noemen. Vind ik ook weer zo wat. We gaan het toch doen. Lekker hoor. Lekker kinderachtig. Ik ben ook nog maar 23. Look, look. Wat gebeurt hier? Ik ben tegengehouden. Ik wil geen trainertips. Nee, ik ook niet. Laat me met rust. Deze jongen heeft geen verbinding meer, dat is toch sneu? Oh nee. Die rode icoon. Arme jongen. Hoezo heeft deze hier een... Alles goed? Oh, hij is verdwenen ook, oké. Hey, wacht, deze heeft een potion toch? Deze guy, of niet? Heeft hij een potion? Ja joh. Nee joh. Dat is allemaal key elements, hè. Die hebben we nodig om deze Nuzlocke, Rival Lock te
overleven. Dat is zeker waar. En ik gebruik normaal heel weinig items als ik Pokémon speel. Oh, die ga je nu echt nodig hebben. Die ga ik heel erg nodig hebben. Want normaal denk ik altijd, ja, maar dat is zonde. Want ik kan ook HP bij de anderen afhalen. Oké, ik kom een pertje tegen. Ik ben er heel erg veilig doorheen gekomen. Maar hij slaapt. Oh, dat zit in deze game. Oh, echt? S'nachts slapen Pokémon. Maar hebben we al Pokéballen dan? Nee, toch? Nee, ik kan niet vangen. Dus ja, ik kom gewoon naar boven. Helemaal goed. Wat betekenen die masterballetjes die zij boven hun hebben? Die zijn aan het battelen. Oh. Facum Medina en die Biast. Wow. Chill, hè? Dat gaan ze ook zien als wij bezig zijn. Dat is nice. Wat is dit? Wow. Dit is een of andere zieke clan. Wow. Ik ben bang. Wat vet. Maar we gaan snel weg. Ja, komen twee van die sukkeltjes met een Charmander en Squirtle voorbij. En ze denken natuurlijk, oh, die hoeven we niet aan te vallen. Die hebben toch niks. Ja, hallo. Welkom. Ik vind het heel zielig dat er zoveel mensen binnenkomen en die ene winkelmedewerker wordt gewoon nooit aangesproken. Iedereen loopt naar dezelfde. Echt zo sneu. Maar als je ergens vaak komt, dan heb je ook eigenlijk meestal wel een favoriete werknemer die jou dan eventueel kan helpen. Tenminste, dat heb ik wel. Dat is zeker waar. Ik wil eigenlijk wel een beetje trainen al. Ja, ik ook. Ik kom er één tegen. Ik ga hem gewoon even killen, ook al slaapt hij. Ik nog steeds niet. Ik ga er gewoon voor. Oh, nee, net niet gehaald. Een hoedhoed. Huh? Ja, die zitten ook hier zo in de game. Echt? Oh, wat leuk. Maar ja, ik kom een Rattata tegen. Je kan ook zomaar de Rattata's tegenkomen zo meteen als je de Pokéball hebt. Ja, dat zou ik jammer vinden. Het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Ik weet hoeveel geluk ik normaliter heb, dus het gaat ongetwijfeld gebeuren. Ik zie iemand... Oh, ik kom nog een Pokémon tegen. Nog een Rattata. Waarom kom jij zoveel Pokémon tegen? Ik weet het niet. Ik word niet losgelaten hier. Het zijn fans. Weet je wat ook kut is? Nee. Ik kom nu bijvoorbeeld een Rattata van level 4 tegen. Dat is op zich een lekkere basis. Maar ja, het kan zo maar zijn dat je zo meteen een Pidgey van level 2 of een Rattata van level 2 tegen. En dat duurt zo lang om een beetje fatsoenlijk te trainen. Ja, dat is echt niet normaal. Dan moet je de hele tijd omwisselen. En nog een hoedhoed, wat nice. Dat is te hopen voor jou dat je die zo meteen tegenkomt. Ja, dat zal... Ik ga echt... Het gaat niet gebeuren. Huh? Deze Rattata kan quick attack op level 4. Huh? Ik denk dat het ons makkelijker wordt gemaakt nu. Ik ga denk ik tegen dingetjes aanlopen waarvan ik dacht, dit wist ik nog niet. Ja, maar ik ook direct al. Oh, vet een hoedhoed. Nice. Mijn Charmander heeft zojuist Ember geleerd op level 7. Ja, ik heb... Oh, Squirtle slaapt. Nee, kut. Oh, dat gaat niet gebeuren. Dit gaat niet gebeuren. Ik ga even naar mijn moeder. Ik wil ook naar mijn moeder. Mam, ik wil mijn Pokémon graag eventjes Squirtle healen. Squirtle wordt wakker. Oh, hij is wakker. Dat zou de kortste serie ooit zijn, denk ik, op dit hele kanaal. Ooit. Ik wacht wel even voor het huisje van professor ook. Dat vind ik goed. Ik wil even langs een Mima Dree. Ik heb het idee dat de race nu nog niet helemaal begonnen is. Nee, nu nog niet, want we hebben nog geen Pokéballen, dus we kunnen nog niks vangen. Nee, precies. Oh, hey Chrissy, ik heb ook een Charmander. Wow. Hoe is het met jou? Chrissy? Eyebless, bro! We hebben dezelfde gekocht. Ik word genegeerd door Chrissy. Dat is lullig. Hallo, professor ook. Heel veel hebben Charmanders en Squirtles gekozen. En terecht. Ik heb nog maar één Bulbasaur gezien. Ja, ik ook. Terwijl Bulbasaur eigenlijk heel goed is in het begin. Daar is Gary. Garij. Ja, op zich... Vind ik Bulbasaur niet heel slecht. Nee, dat valt ook heel erg mee. Maar ja, het is gewoon niet iedereen's favoriet. Nee, op de een en andere dat manier. Begrijp ik. Ja. Ik bedoel, Charmander wordt een hele zieke draak. Squirtle krijgt hele coole kanonnen op zijn schouders. En Bulbasaur wordt groter. Ja, wordt een pad met een bloem op zich. Ja, that's it. Heb ik nu al Pokéballs? Weet ik niet. Ik ga spieken. Waar staat dat? Ja, ik heb er 5. Je moet op de B drukken van bag. Ja, ik moet echt die hotkeys nog aan mijn hoofd gaan leren. En dan kun je met je pijltjes opzij en dan zie ik daar een 5 pokeballs. Oh, nou. Oké, ik laat jou eerst... Ik dat tegenkomt. Ik kan niet anders. Ik laat jou eerst gras gaan. Ik laat jou eerst. Oh, nee. Ik wil heel graag running shoes hebben.
Oké, okay, ik kom iets tegen. Wat is een hoedhoed. Ik wil een hoedhoed. Of een pidgey. Oh. Nee. Wat heb je? Lekker man, lekker. Van level 3. Oh, maar als je hem vermoordt, dan mag je hem... Dan, ja, dan mag het niet meer. Oh, ik heb mijn hoedhoed geburnt. Oh jee. Ik moet hem snel gaan vangen nu. Maar dat komt wel goed. Ik vind het flauw. Ik vind het heel erg flauw. Ik vind het ook wel ergens een beetje lullig voor je. Dankjewel. De hoedhoed is binnen. De ratata. Niet! Wat? Hij is bijna neer. Hoe kan dat nou? Is hij eruit gekomen? Ja, en hij heeft bijna geen AP meer. Nou ja zeg. Dan gooi je er gewoon nog één. Waar ben jij? Oh, hier. Ik ga Hoedhoed even een naam hij geven. Hij is binnen. Weet je hoe ik Hoedhoed ga noemen? Nou? Pet-pet. Ik wist dat het iets met hoedje, met een hoedje of iets zou worden. Hoe ga ik Ratata noemen? Muis-muis-me. Muis-muis-me. Oh, okay. Wat, dat is zo lang. Nee, ik mag niet, ik wil niet nog meer tegen. Oh, dan kom ik een Pidgey tegen. Lekker hoor. Dat is... Ik ga even mijn hoedhoed healen, want hij stond in de fik. Oh ja, die had je in de fik gestoken. Ik heb het idee dat alle Pidgeys slapen trouwens. Dat zou goed kunnen. Het is natuurlijk nacht. Ik moet hem wel een beetje trainen eigenlijk, die hoedhoed. Dat zou ik wel doen, ja. Maar ja, ik kan hem hier trainen of straks in dat insectenbos, zeg maar. Oh ja, die moeten we ook nog doorheen gaan. Ja, en daar is Hoedhoed gewoon fucking beast natuurlijk. Ja, daar als wel. Als hij even een pack of zo leert. Ja, ik heb daar eigenlijk helemaal geen voordeel volgens mij. Ratata kan niet zoveel. Wat was de eerste Pokémon game die jij had als kind? Pokémon Blue was dat. Mijn broer speelde altijd Pokémon Blue. En ik had dus natuurlijk ook automatisch Pokémon Blue, want zo werkte dat. Ik had Pokémon Red. Dus eigenlijk hebben we de goede starters gekozen. Ja, we hebben echt de goede starters gekozen. Ja. Ik heb Yellow ook gehad. Maar heb jij... Ja, precies, dat wou ik vragen. Heb jij dan ook Yellow gekocht? Omdat je dacht van, deze is zo anders. Ja, en volgens mij hadden we die wel. Maar ik was echt 4 of zo toen ik die zelf voor het eerst speelde. Dus ik deed maar wat natuurlijk. Ja. Maar de eerste die ik echt bewust speelde was Sapphire. Toen ik half wist wat ik deed. Ik heb ook nog wel Pokémon... Ik ben je kwijt. Ik ben nog steeds aan het trainen in dat veldje. Oh, jij blijft daar gewoon even. Ja, ik wilde eigenlijk nog een keer trainen. Maar ik sta nu tegenover een Rattata van level 4. En die heeft mijn pet nu gedamaged. Oh. Ja. Nee, hij doet Quick Attack. Nee, please don't. Please don't die. Scheelt het veel? Hij heeft nog 3 HP. Het scheelt niet veel. Ik ga... mijn potion gebruiken? Zo, nou, snap ik wel. Ik ga nu voor een episch Rattata gevecht 1 tegen 1. Allebei ja, level 2. Pet moet niet dood. Het is echt... Oh my god. Dat zou ik echt heel grappig vinden als hij doodgaat. Ja, ik ga hem ruilen voor Charlie. Weet je wat het is? Hij zou in principe nog 1 quick attack aankunnen, maar je zal me net een critical hit krijgen. Ja, dan heb je al helemaal een probleem. Ja, ik wil niet mijn eerste gelijk verliezen. Maar in het eerste gebied. Charlie die fixt het wel even. Hoop ik. Hoop ik voor je. De hele mist niet kan ontsnappen. Oeh, Pet is level 4 en leert hypnose. Oh nee. Een hoedhoed. Oh. Muis me. Kom op, je kunt het. Muis me. Oh. Ik wil niet de eerste battle van jou verliezen, want ik weet al wat je dan gaat ruilen. 100%. Muis me. Maar de starters mogen we niet kiezen, toch? Of wel? Die mag je ook gewoon ruilen. Oh, echt? Ja, zeker. Dus je kan gewoon zeggen, doe muis me maar voor Charmander. Dan heb ik gewoon een hoedhoed en een Rattata. Dan kan het heel snel over zijn. Hiep, hiep, hoi. Ik ga mijn hoedhoed nog even naar level 5 trainen, denk ik hier. En dan hebben we natuurlijk nog een veldje. Ja, verderop natuurlijk. Aan de linkerkant. Oh, ja. Ja, ik ren er altijd doorheen. Of gewoon bij langs.
Ja, het ding is, ik wil daar één Pokémon vangen, zeker nu ik Charmander heb. Daar zit Growlithe toch heel soms? Dat weet ik niet. Dingen? Maar ik weet in ieder geval dat... Oh jee, muis is bijna dood. Dat Nidoran daar zit. Oh, die wil ik ook. Want die leren dubbelkick en dan heb ik nog iets tegen Brock, want anders ga ik het echt zwaar krijgen. Ja, dan heb je echt een probleem inderdaad. Oh, muis, me kom terug, anders ga je sterven. En dat zou ik ook erg jammer vinden. Even kijken hoor. Hoeveel ratatas moet ik nog killen, joh? 100. Oh, Pet gaat op zich wel hard. Oh, ik weet nog wat. Ik had Pokémon Leaf Green gekocht. En nou, die speelde ik dus ook semi-wetend wat ik deed. Toen dacht ik, ik wil heel goed trainen. Dus toen heb ik mijn Squirtle getraind in route 1 tot level 16. En die ging evolueren. Dat duurde heel lang. Maar dan luister die toch niet meer? Nee. Dus ik kon ook eigenlijk niks meer. Ja, kijk, ik heb nu weer een Rattata voor me. En hij slaapt nu. Maar ik heb nog maar 6 HP met Pet. En dan denk ik, ik ga het gewoon eens proberen. Een beetje weinig. Ik ben meteen al naar het volgende gebiedje gegaan. Oh, je bent er al? Ja, ik ga ervoor. Ik wil gewoon graag nog een Pokémon hebben. Nee, ik wil geen Spearow. Oh my god. Oh. Als je trouwens weer een Rattata was tegengekomen, dan mag je de tweede die je tegenkomt, zeg maar, vangen. Oh, dat scheelt al. Ja. Dus alles wat ik nou tegenkom, wat ik niet hoef, dat kan alleen maar meevallen straks. Ja, dat is waar. Oh nee, ik doe één keer tackle, dan gaat hij zeker... Ik denk dat hij neergaat. Oh, joh, dat valt hartstikke mee. Mijn Squirtle is level 8. Oeh. Maar hoe hoog is jouw muis me? Die is level 4. Nice. Ja, ik wil Pet nog even naar level 5 en dan ga ik ook naar het veldje. Maar goed, het is een race, dus ja, weet je, welke keuzes we maken, dat is natuurlijk... Ja, ik kan moeten we helemaal zelf weten eigenlijk. In het begin. Dat kan zeker. Oh my god, ik kom een Hoothoot level 5 tegen. Ik ben jaloers, want Pet is nog maar level 4. Kom je echt een Hoothoot van level 5 tegen? Ja. Verdorie. Ja. Bij die dingen, dat insectenbos, kun je Pikachu tegenkomen, toch? Oh, ja, dat klopt, ja. Aan het, bij het laatste stukje gras zit hij volgens mij. Komt hij... Dat zou ik waarderen. Specifiek dat stukje. Dat zou ik waarderen. Want jij hebt mij... Ik bedenk nu dit. Oh, Charmander bij Brock, wat kut. Maar Charmander bij Misty is nog kutter eigenlijk. Ja, dat weet ik. Jij hebt de eerste twee gyms zwaar. Oh my god. Dat besef ik me nu pas eigenlijk. Oh, Hoothoot heeft me laten slapen. Ik ben bang. Welk level is die vogel eigenlijk? Die is level 4 volgens mij. Oh, die moet nog een nickname hebben natuurlijk. Ja, ja. Oh, hoe ga ik Sparrow noemen? Discount Pidgey. Want niemand wou een Sparrow hebben. Iedereen wou Pidgey. Het is ook zo lame dat Sparrow maar één keer kan evolven en Pidgey dan twee keer naar Pidgeot, zeg maar. Ja, maar ik vind het sowieso niet leuk als een Pokémon maar één keer kan evolven. Nee, dat is waar. En als ze helemaal niet kunnen evolven, is dan klaar. Is het gewoon een dier. Mijn lievelings-Pokémon kan maar... Nou ja, in theorie niet meer. Maar in de originele kon hij maar één keer evolven. Okay. Nou, helemaal niet evolven. Mijn lievelings-Pokémon is Electabuzz. Kan die... Die... Oh ja, die kon maar één keer. Of niet, die kon toen niet. In de originele niet. Maar nee, klopt. Die kon helemaal niks. Daarna had hij Elekid. Dat dingetje ervoor, zeg maar. Ja, die kan met Gen 2. Tegenwoordig heeft hij Electrifier of zo. Met, maar die is vet. Ja, die is wel vet. Maar ik vind gewoon die originele Electabuzz vind ik fucking vet. Is hij ook. Maar ik vond Elekid wel een hele goede toevoeging. Dat is zeker waar. Ik zit hier in een epische battle met een Hoothoot die mij, zeg maar, zo hard gegrold heeft dat ik niks meer kan. Echt waar? Ja. Jij vindt route 1 een spannende plek, denk ik, of niet? Ik wil gewoon eventjes deze Hoothoot verslaan. Dat maar... kan ik me goed voorstellen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik het met de Hoothoot zelf kon doen, maar het lijkt er toch weer op dat ik wederom Charlie moet geroepen. Nou ja, is hij ook level 8? Kan mij het schelen. Ik ga vast trainen bij het volgende stukje gras, denk ik. Ik weet niet of dat een nieuwe route is. Dat weet ik ook niet, eigenlijk. Oh man. Charlie slaat. Oh ja, daar ligt natuurlijk nog een Pokéball hier. Ja, die moet je niet vergeten, hè? Nee, zeker niet.
Vind jij dat wij de shop mogen gebruiken? Of alleen op eigen kracht? Dat is moeilijk. De shop als items, dat mag wel. Maar ik bedoel eigenlijk de Pokémon-markt die in dit online spelletje zit. Nee, ik vind dat we het op eigen kracht moeten doen. Dan wordt het spannender van. Ik ook. Ja, ik zat te kijken, voordat we begonnen met opnemen. Even kijken hoor. De Global Trade Links zat ik te kijken. En dan zie je dus dat mensen gewoon Houndooms van level 60 aan het verkopen zijn. Echt? Ja, ja. Kijk maar, rechtsonder heb je de Global Link Trade. Dat is het 4D-icoontje vanaf links. En dan zie je echt... Ja? Dan zie je dus van alles. Maar waarom zou je 2000 betalen voor een Rattata van level 17? Ja, misschien heeft hij vet goede IV's, ik weet het niet meer. Kan je dat zien? Als het goed is wel. Ja, dat kun je zien. Nou, dat valt ook heel erg tegen. Het is een doodnormale Rattata. De IV's gaat tot 31 punten, toch? Ja, dat klopt. Ja, en geen 1 is het maximaal. Oh, oké. Okay. Hey, ik loop nu... Ik ga eerst even die Pokéball pakken die jij ook had gevonden. Jij bent daar nog niet links geweest, hè? Nee, ik ga daar nu mijn Pokémon halen. Ik ga met je meelopen. Ik loop hier gewoon met een Squirtle, een Bulbasaur en ik. Dit is toch genieten? Echt? Ja, het is gezellig hier. Dat is absoluut. Ik ga een keer even... Iedereen loopt met zijn starter achter zich, maar ik ga gewoon Pet achter me zetten. Fuck dat. Eerst wordt je starter als tweede keus gebruikt. Okay, dan mag je ook nog niet meelopen. Geef me Nidoran. Ja! Nee, echt? Dit is een Nidoran. Welke? Mannetje of vrouwtje? Mannetje. Ook nog? Ook nog, ja. Oh, waarom zit jou zo mee en mij niet? Ik weet het niet. Oh, huh? Ik wil hem laten slapen. Niet op die manier, maar... Ik heb weer... Jij gaat... Wat? Jij gaat slapen, Nidoran. Jij gaat slapen. Ik heb weer een episch Rattata gevecht. Muis, muis me. Muis, muis me. You can do it. Echt, waar doe ik al deze moeite voor? Ik ben te blij met de naam Muis, muis me. Snap ik. Oké, ik ga Nidoran proberen te vangen. Ga ervoor. Jared sent uit. Muis, muis me. Ik ben echt bang. Nee, muis, muis me sterft niet. Is hij dood? Nee, nog niet. Ik heb Nidoran. Ik heb Discount Pidgey. Zijn naam is net niet te lang. Voordat Malfoy zijn andere Pokémon wil kiezen. Hoe ga ik Nidoran noemen? Wordt natuurlijk, ik ga hem Paul noemen, want uiteindelijk wordt hij Nido King. Ik kwam ook net te laat binnen. Hij heet Paul. Ik ben een beetje boos op Paul. Oh. King on Earth live. Ja, ik ga alleen nog maar live. En ik kom gisteren thuis van werk en ik kijk op de YouTube app. Oh, King on Earth. Paul. Je liegt. En dat was een interview met Rick Broers. Die heb ik ook helemaal gekeken. En op een gegeven moment zie ik in beeld. Ah, oh, die en die heeft een euro gedoneerd. Dan dacht ik, Paul. Wat is er met je gebeurd, man? Ja, dat is niet oké. Okay. Nee. Ik ga nog heel even mijn Pet trainen. Want Nidoran, die kan pack, zag ik. Nu al. Huh? Ik wist niet. Hij kan... Ja. Maar die kan ik dus vet goed inzetten tegen al die Caterpies zometeen. Dus het is zonde als ik die nu ga trainen. Ja, dat is erg zonde, inderdaad. Dus ik dacht, dan doe ik nu... Pet nog even. Ik kom gewoon weer een Nidoran mannetje tegen. De tweede die ik tegenkom. Ah, dat vind ik niet eerlijk hoor. Oh, jammers. Maar gelukkig kan Discount Pidgey ook al pack. Volgende aflevering is het jouw beurt. Ik weet het zeker. Ja, ik hoop het. Ik zou erg sip zijn als het niet zo is. Dat snap ik. Ga slapen, jongen. Deze kan ik wel in die manier omleggen. We zitten in de laatste minuut trouwens. Nu al? Ja, we zijn al 30 minuutjes bezig. Ik wil nog één Pokémon neerhalen. Ja, ik haal deze nog neer en dan vind ik het mooi geweest. Wanneer krijgen we ook alweer running shoes? Ik hoop snel. Ik ook, want ik vind het heel vervelend. Ik speelde vroeger, als ik op een emulator speelde, ook altijd met die spatiebalk ingedrukt. Want dan ging die altijd veel sneller. Ja. Volgens mij krijg je die vrij snel, hè? Ja, volgens mij bij... Of net nadat je Brock hebt verslagen, of als je bij Misty bent, dacht ik. Volgens mij als je Brock hebt verslagen, krijg je die van die professor die voor die route staat, zeg maar.
Wat een droomgozer. Waarom maakt iedereen mijn Pokémon in één aanval meteen half dood? Ja, daar heb ik ook last van. Ik wacht in het Pokécenter op je. Ik ben bijna klaar. Dat is goed. Ik zie in het Pokécenter waar iemand met een Kingdra rondloopt. Waarom zou je dat doen? Oh, ik ben heel goed. Laat ik mij allemaal sukkeltjes met weinig goede Pokémon gaan flexen. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Want waarom ga je in godsnaam naar Viridian City? Precies. Er is hier niks. Nee, er is hier echt helemaal niks. Behalve de boys van de 1UpUp. Maar het kan natuurlijk wel iemand zijn die begonnen is in een andere region en nu hier zo bezig is. Dan zijn volgens mij alle gyms namelijk ook zeg maar een stapje moeilijker. Echt? En dan, ja, en dan klopt het wel dat je dus dit is al betere Pokémon hebt. Ja, echt serieus. Ik ben echt oprecht verbaasd. Ja, ja. Maar ik vind het oprecht leuk dat je iedereen gewoon ziet lopen. Ja, ik ook. Er staat hier iemand met een shiny Mr. Mime. Ja, maar die staat hier al heel lang volgens mij. Of die loopt gewoon al heel lang heen en weer. Oh. Ik heb Hoothoot hier even neergeplant. Zo. Kortom. Mensen. Oké. Okay. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering van de Pokémon Rival Lock met Jabber en Kevin. Ik ben aan het genieten. Ja. Ik vind het heel leuk. Nu al. Ik heb ook genoten. Dus ik hoop dat de kijkers ook hebben genoten. En dat jullie meer afleveringen willen zien. Want wij gaan sowieso meer afleveringen maken. Mm-hmm. Want wij hebben het naar ons zin. Absoluut. En we leven nog. Allemaal. Geen zooien. Dat dus, is het mooiste. Dat is, het is prachtig. Ik zou zeggen tot een volgende keer. En laat in de comments zeker weten welke nicknames jij graag zou willen zien. En geef ons adviezen over wie we moeten ruilen met elkaar. Vooral advies aan Jabber, want Jabber heeft niet zoveel geluk gehad met het vangen van Pokémon. Helaas. Mensen, tot de volgende keer. Joejoe.